Telus heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt met haar 10.000ste aansluiting op het glasvezelnetwerk, oftewel fiber. Dit moment heeft het bedrijf niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De aansluiting ging gepaard met een klein feestje ten huize van Bernice Renfrum, de 10.000ste klant op het glasvezelnetwerk. Ze kreeg dan ook een geschenk van het bedrijf. Renfrum, die leerkracht is, zegt dat de aansluiting op een goed moment komt. Het door haar te verzorgen afstandsonderwijs kan nu beter, zegt de dolblije Renfrum. Want kijk, internet heb je nodig. Vooral nu, want ik zit in het onderwijs. En met het heel COVID-19 systeem zijn er heel nieuwe dingen gekomen binnen het onderwijs. Dus waarbij je afstandsonderwijs moet geven. En het is echt lastig dat je geen internet hebt. En dat je, ik moet constant mijn tante lastig vallen. Kan je me hiermee helpen? Kan je me hiermee helpen? En het elke dag bel te goed kopen kost alleen maar geld. Dus dan, ja, ik ben toch wel blij. Jennis Asraf, manager corporate communication, is ook blij met deze mijlpaal. En laat weten dat Telus hier zal blijven werken voor de gemeenschap. We vinden het belangrijk dat die samenleving ook gebruik kan maken van internetdiensten. Zoals u zei, vanwege de COVID-situatie. Is het heel belangrijk dat we goede verbindingen hebben en daar zorgt Telesuur voor. En we willen natuurlijk de speciale momenten, de mijlpalen die we bereiken, willen we samen met onze klanten vieren. Vanwege de pandemie, we zeker in het eerste semester, erg veel uitdagingen hebben gehad met zeg maar, het verrichten van aansluitingen. We hebben het een en ander opgepakt. We hebben een COVID-protocol op den duur in place gehad. En daardoor zijn wij dus weer gestart met het verrichten van aansluitingen. Want te alle tijden moeten we ervoor zorgen natuurlijk dat de medewerkers beschermd zijn, maar dat we ook onze klanten niet in gevaar brengen. Directeur Mike Antonius is verheugd dat het bedrijf ondanks de COVID-pandemie er toch in is geslaagd deze mijlpaal te bereiken. Hij merkt op dat in dit proces het team dat belast is met de aansluitingen veel uitdagingen heeft gekend. Anderzijds blijven de aanvragen binnenstromen, zegt de directeur. De aanvragen die blijven er komen, zeker omdat juist door deze pandemie mensen nu niet meer alleen communiceren op afstand. Mensen werken op afstand, volgen les, geven les op afstand, doen zaken op afstand. Dus de economie die zie je zich steeds meer die vertaalslag aan het maken richting digitalisering. We zien die digitale economie zich ontwikkelen. Iets waar wij een tijd terug al over spraken in het kader van onze e-Suriname visie. En nu zie je dat ecosysteem echt tot stand komen. Dus wij gaan er met name het komend jaar, omdat dit jaar haast afgelopen is, gaan we het komend jaar met nog meer focus de aansluitingen verrichten. Directeur Andrew Wezenhager van het bedrijf ABC Fiber, dat belast is met de realisatie van de aansluitingen, is ingenomen dat veel meer mensen op het net worden aangesloten. En tegenwoordig is internet geen luxe meer. En ik denk dat het een goede stap is in de goede richting voor de toekomst, voor ontwikkeling. En zo beperken we ook onze grenzen. Steven Chitrotaruno, onderdirecteur commerciële zaken, zegt dat deze aansluiting deel is van het project dat Telesuur 2 jaar terug heeft opgestart. Voor ons als bedrijf zijn we dus natuurlijk heel erg blij dat wij in ieder geval het project dat wij 2 jaar terug hebben opgestart, wij noemden het Telesuur Nationaal Breedband Project, nu daadwerkelijk de klanten erop kunnen aansluiten. We hebben er al 10.000 van op geconnecteerd met volledig een glasvezeloplossing. Vorige jaren hadden wij ook al mensen daarop geconnecteerd, maar toen was het nog niet volledig glasvezel. Dus wat we nu erbij hebben gedaan, zeker in dit jaar 2020, is dat we dus 10.000 mensen via deze glasvezeloplossing, volledig glasvezeloplossing, hebben kunnen aansluiten. En voor ons is het een mijlpaal. Waarom? Omdat we tot nu toe nog nooit zoveel hebben kunnen realiseren binnen een jaar. Dat is één deel. Maar belangrijker voor ons zijn dat we dus de klanten nu een oplossing hebben geboden, een oplossing waarbij ze voor, in ieder geval verzekerd zijn van één stabiel internet, want dat is belangrijk voor de klant, maar voor een vast bedrag per maand
hebben ze nu ongelimiteerd internet. Steven Chitro Taruno, onderdirecteur commerciële zaken van TeleSUR. Daarvoor Andrew Wezenhager, directeur van ABC Fiber. Ze spraken te Helena Christina waar vandaag de 10.000ste klant werd aangesloten op het fibernetwerk van TeleSUR. Het bedrijf wil in het komend jaar veel meer mensen aansluiten op het glasvezelnetwerk.